André Hazes Jr. ziet zijn af en toe verloofde Monique Westenberg als een soort moeder en zij hem als een soort zoon. De liefdesrelatie tussen André Hazes Jr. en Monique Westenberg is inmiddels volledig uitgekoud, maar het blijft raar dat een vrouw als zij hem gewoon weer in de armen heeft genomen, vindt nieuwslezeres Florentine van der Meulen. Zij vindt het ongemakkelijk dat Monique nu weer een hele liefdesverklaring op Instagram heeft geplaatst. Monique heeft een heel boekwerk gepubliceerd over dat het negen jaar geleden is dat ze André leerde kennen. Ze wil een statement maken met deze post. Ik denk naar andere vrouwen die op de loer liggen. Ze kan zich echt totaal niet in die vrouw verplaatsen. Ik kan me niet voorstellen dat je een heel intieme band kan hebben met iemand die tussendoor nog even met vier andere vrouwen is geweest en dat zij hem altijd maar weer terugneemt. Doet mo niet dit allemaal omdat ze samen een kind hebben? Dat kan ook als je gewoon gescheiden bent. Dan kun je ook nog heel goed samen een kind opvoeden. Ze vervolgt: bovendien, ze lijkt ook de moeder van André Hazes te zijn. Zo is het toch? Ze is toch zelf een soort moeder? Van je mag nu wel weer even buiten gaan spelen en dan straks van ik je wel weer op, alsof zij zijn moeder is. Tim heeft er ook zijn twijfels bij, maar misschien vullen ze elkaar ook wel gewoon aan, besluit hij. Ik denk dat hij op zijn beurt ook wel op zoek is naar iemand die een beetje moeder over hem speelt.